Ja, dames en heren, daar staan alle jaarlingmerries die meedingen naar het kampioenschap jaarlingmerries. Gesponsord door Alba Tanstad. In the ring, ladies and gentlemen. All the yearling fillies participating in this championship. A championship that is sponsored by Alba Tanstad.
U ziet, dames en heren, dat de juryleden even rond alle paarden zijn gelopen om voor zichzelf te bepalen wie zou voor mij goud, zilver of brons moeten winnen. Er staan natuurlijk prachtige jaarling merries hier in de ring. En heel spannend wie dat gaat worden. Goud, zilver en brons. Deze internationale show in Sint-Oederode. Schaik, sorry. Zat van jaren zat het erin. Graag wil ik een oproep doen aan de begeleiders van de junior merries die meedoen aan het kampioenschap. De nummers 85, 88, 91, 94, 98 en 99 om richting voering te komen. Een announcement voor de handlers. Participating in the championship junior fillies. Catalog nummers 85, 88, 91, 94, 98 en 99 to come slowly towards the collecting ring. This program is offered by... Ja, dames en heren, de paarden. We gaan terug naar de voorring. En er wordt nu druk gerekend door de DC's. Papieren zijn ingeleverd door de juryleden. En zo dadelijk komt daar dus een uitslag uit. Horses have been withdrawn to the collecting ring, ladies and gentlemen. Or near the collecting ring. DC's are working very hard to count and work out who's going to be gold, who's going to be silver and who's going to be bronze. In this championship yearling fillies, sponsored by Alba Tanstad. Thank you.
Ja, dames en heren, de punten zijn opgeteld. En er komt natuurlijk een uitslag uit. Points have been counted, ladies and gentlemen. So we know the results. Bronze medal winner. Yearling Phillies Championship. Bronze medal is voor Lumana. Metalig is nummer 74, ket ook nummer 74. Luana van Santorini, Lavinia's Design. Bred and owned by Mr. and Mrs. M. and Miss L. Smith, United Kingdom. Congratulations with your bronze medal winner. Oeh, ik weet niet of ik dat leuk vind. Beetje eng allemaal, hè? I think it's better if the handler just hangs it around his neck instead of the horse, because the horse doesn't like it very much. Bart, mag ik heel even iets aan jou vragen? Bart? En dan, dames en heren, de zilveren medaille, de silver medal, ladies and gentlemen, with the yearling fillies, goes to Lily Marie NWA. Lily Marie NWA van vader Sire F.A.L. Rashim en moeder Dem Magdalena. Gefokt, bred bij Ole Larsen NWA Arabians Denmark. En owned bij N.Hayak Hanaya Stud Zwitserland. Congratulations. Ja, dames en heren, en dan staan er nog een paar paarden te wachten op de gouden medaille. A couple of horses waiting for their gold medal, but there's only one that can win that gold medal, ladies and gentlemen. And this year, the gold medal goes to CBA Mona Lisa of Sire Excalibur and Dam Maharani. Bred and owned by Klaus Boucher, Boucher Arabians, Duitsland, Germany. Congratulations. Ja, dames en heren, goud voor CBA Mona Lisa, zilver voor Lily Marie NWA en brons voor Luana. Eigenaren, voorbrengers, van harte gefeliciteerd. Owners en handlers, of course, congratulations. Wat denkt u, dames en heren? Zou er deze keer wel een ereronde in zitten, zodat u ze even echt kunt applaudisseren? What do you think, ladies and gentlemen? Will there be a lap of honor that we can applaud these beautiful horses? No? Applaus, dames en heren. Voor de gouden CBA Mona Lisa en de zilveren Lily Marie NWA en de bronzen Luana.